textbook, you will find there are 700 muscles. What I found in dissections, that sometimes you have muscles that are not known. Ik ben Stefanie Vermeulen, de founder van Equine Studies. De presentatie ging eigenlijk over de anatomie en de biomechanica en wat ik vind tijdens mijn dissecties. Ja, want de anatomie en de biomechanica in de boeken staat veel geschreven. Maar als ik ga kijken tijdens mijn dissecties en tijdens het prepareren van mijn botten, vind ik eigenlijk veel en veel meer wat er in een paardenleven speelt. So it is the study of the movement of the horse, of that particular horse. Because every horse is different. No horse is the same. My name is Teerte Hendricks and I'm here today as part of the team of Equine Studies at the KFPS Friesian Stallion event. It is an amazing event. I'm really, really happy to be here. My main message for today is to show the audience how to translate theoretical knowledge of anatomy and biomechanics taught through whole horse dissections into a fitting training plan. So I would like to discover and take the audience with me on how they can use this knowledge into an optimal training. What a fun beleving. Ja, al zei, als je een probleem hebt met voren, heb je ook een probleem met de achterhand. Ja, dus rechtsom inderdaad blijft voetje langer staan dan linksom op de diagonaal. Op zich zou dit kunnen laten zien om het oog te trainen. We worden ingesloten. Ik word een beetje druk hier. Sternum ook, als hij zo stil staat. Daarom denk ik, als hij dan om vierkant baan, als hij dan dit wil doen, zeg oh, dan doen we even een stapje naar buiten, zodat hij uitgelijnd kan blijven. Gaan naar een clinic. Can you see the difference? Is het thema. Equine Studies, dames en heren, presenteert deze clinic. Wordt met behulp van een beschilderd paard getoond wanneer een paard welke spieren gebruikt. Welke spieren heeft een paard nodig om sterk en soepel te worden? En ik wil jullie allereerst even meenemen in het observeren van het paard. Want zoals ik al zei, is het heel erg belangrijk dat je plan wordt afgesteld op de individuele behoeftes van het paard. Ja, want we kunnen wel gewoon gaan trainen om te trainen, maar ja, waarvoor zouden we het doen dan? En hoe weten we dan of de training ook effect heeft? Ja, dus we gebruiken het lijf van het paard eigenlijk als een soort leidraad, hè, de bespiering van het paard, om onze theorieën te testen en te kijken van, goh, hè, hoe beweegt het paard vanuit zichzelf en wat kunnen we doen om die symmetrie en zelfhouding te bevorderen? I like to train smarter and not harder. That if a horse has an injury, that we can use training as a therapeutical tool to help the rehabilitation process. And once flexibility is restored or is there, that we can use training in such a way that the horse can move with optimal efficiency and minimal effort. Degene die lezing gevolgd hebben, jullie weten inmiddels dat de aanhechting van de nuchal ligament mist op C6, C7. Dus als een paard de voorbenen ongelijk belast, dan raakt de lage hals ook instabiel. Dus welke spieren moeten we dan aanspreken om dat horizontale evenwicht te bereiken? Nou, dat zijn dus de thoracic slingspieren. Dat is die blauwe spier daar. Dat is de serratus ventralis thoracicus. En dat is een van de borstspieren die zo belangrijk zijn, hè, om de borstkassen en de voorbenen te liften. Horses have served us for so many thousands of years that I think we owe it to them to use the application of modern day science to serve them. Echt super goed gedaan. Ja, je deed super. Want het is echt niet makkelijk hoor, als je natuurlijk met zo'n vreemd paard die hoog in de energie zit.